Het meisje van bijna 2 uit Roosendaal is zwaar gewond geraakt nadat ze uit een raam was gevallen. Het ongeluk gebeurde even na 10 in de Edisonstraat. Het meisje lag in een bedje dat onder een open raam stond. Waarschijnlijk is ze op de vensterbank geklommen en uit het raam gevallen. Een buurman zag dat gebeuren, maar hij dacht eerst dat het om een pop ging. De hulpdiensten hebben het meisje ter plekke behandeld en daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje heeft waarschijnlijk hersenletsel opgelopen.